In Gelderland wordt gebouwd aan een bijzondere installatie. Het is een groen gasinstallatie die gas gaat leveren voor 10.000 inwoners. Zo werken we in Gelderland samen aan duurzame energie. Ze horen bij ons landschap, leveren heerlijke melk. Wacht even. Ze produceren ook mest. Maar die mest biedt kansen. We kunnen de mest en andere organische grondstoffen, zoals gras en tuinafval, gebruiken om groen gas te maken. In de buurt van Bemmel komt Groen Gas Gelderland. Het is een unieke samenwerking van Engie, Bioenergie Bergerden en Biogas Plus. Het project wordt gefinancierd door PPM Oost en de Rabobank. Deze partijen bundelen hun kennis van energieproductie, duurzame installaties en distributie. De productie van groen gas start met de aanvoer uit de regio van drijfmest, gras en organische grondstoffen. De opslag en verwerking van mest vindt binnen plaats, waardoor geuroverlast beperkt wordt. De grondstoffen worden gemengd en gaan dan naar een hydrolyse-tank voor de eerste bewerkingsstap. Vervolgens worden de grondstoffen in de vergister verwarmd tot ongeveer 42 graden. Door afbraak van bacteriën ontstaat nu gas. Het biogas gaat via de navergister naar de gasopwerkingsinstallatie. Het gas wordt daar gewassen en gezuiverd en geschikt gemaakt voor levering aan het gasnet. Ook de restproducten worden gebruikt. Het deel dat rijk aan stikstof is, kan in de regio worden uitgereden op akkerbouwgronden. De fosfaatrijke delen worden onder andere in Duitsland gebruikt als voedingsstof op landbouwgronden. Groen Gas Gelderland is een innovatief project. Uit 72.000 ton biomassa produceert Groen Gas Gelderland jaarlijks 7 miljoen kuub groen gas. De grondstoffen komen uit de regio. Het aantal kilometers dat wordt afgelegd is daardoor minimaal. En het geproduceerde gas wordt in diezelfde regio gebruikt. Het groene gas is voldoende voor de huishoudens van 10.000 inwoners. En ook de bussen kunnen rijden op dit groene gas. De CO2-reductie staat gelijk aan de CO2-opname van 650.000 bomen. Zo werken de deelnemende partijen samen aan de energietransitie en een groene regionale economie. Groen Gas Gelderland. Samen voor een duurzaam Gelderland.